In deze video gaan we je vertellen waarom Yara Anna bakken met kritiek ontvangt na het plaatsen van een paar vakantiefoto's. Want welke foto's deelden zij waar mensen het zo mee oneens zijn? En waarom hebben mensen juist nu zoveel kritiek? Kijk vooral verder. Yara post veel op haar social media en deelt niet alleen de hoogtepunten van haar leven. Kort geleden deelde zij verdrietig nieuws. Vlak na het delen van een emotioneel bericht over het overlijden van haar kat Bruce, plaatste ze foto's van haar vakantie. En dat schoot bij veel van haar volgers in het verkeerde keelgat. Mensen zijn boos omdat ze vinden dat Yara niet op de juiste manier rouwt terwijl ze geniet van haar vakantie. Het is niet de eerste keer dat Yara een pikante foto op haar social media plaatst. Eerder kwam er vaak kritiek op thumbnails van Gio waarin hij haar te pikant in beeld zou brengen. Dit kwam ook omdat Yara in die tijd nog onder de 18 was. Hierdoor vonden veel fans dat het ongepast was. Ondanks al die kritiek is Yara door de jaren heen steeds vaker zelf pikante foto's gaan delen. Op vakantie komen er regelmatig foto's en video's voorbij in bikini. Maar dit is niet het enige. Nu Yara wat ouder is, doet ze steeds vaker aan samenwerkingen met grote lingeriemerken. Hiervoor doet ze fotoshoots in lingerie, die zijn er vervolgens gedeeld op haar socials. In het Instagram bericht van Yara begon ze met de woorden: "Vandaag voelde zo dubbel. Wakker worden. Wachtte op een berichtje dat Bruce, mijn kat, is overleden. Omdat ik wist dat hij ingeslapen zou worden." Ze legde uit dat ze al een hele dag ziek in bed lag en nog niets van haar vakantieeiland had gezien. Maar ondanks de verdrietige situatie wou ze haar vakantie niet laten verpesten. Maar er was niet alleen gedoe over haar bericht. Yara plaatste ook wat gewaagde vakantiefoto's en dat vonden de volgers nou vreemd. Een volger schreef: "Ik zou nooit op vakantie blijven als ik wist dat mijn kat werd ingeslapen." Een ander zei: "Dit moet wel de meest willekeurige foto ooit zijn om te delen nadat je kat is overleden." Yara is een echte kattenliefhebber. Toen zij nog samen met Gio woonden, hadden zij er zelfs drie. Een van de drie katten had Gio cadeau gedaan aan Yara. Toen de twee uit elkaar gingen, ging helaas voor Gio ook de kat met Yara mee naar huis. Het zou dus logisch zijn als Yara helemaal kapot was van het nieuws dat de kat was overleden. Maar veel volgers laten weten dat ze dit niet echt uitstraalt. De foto's en het bericht werden door veel volgers niet goed ontvangen. De discussie gaat maar door. Wij zijn benieuwd of er nog een reactie aan zit te komen. We houden je via ons kanaal in ieder geval op de hoogte als er nieuw nieuws over Yara verschijnt. Dus vergeet je vooral niet te abonneren.